Vertel even wat we hier gaan doen. Kijk. Kom in de kas. Vol wereldse wonderen. Oh. We zijn op uitnodiging van Marcel. Kijk, van Marcel. We moeten hierheen. Akerboom, Freesia, Sotaweg. Nou, kijk eens. Ja. Akerboom, Freesia, Sotaweg. Daar is het. Kom op, gaan we kijken. Ja. Morgen. Morgen. Als je hier ook binnen zou zitten nu, dan heb je wel een uitdaging. Want dan gaat het heel slap, dan gaat het heel slap. Ja, ja. Hey, Mago. Niet vergeten, hè, zometeen. Ik zeg, ze hebben dezelfde hoek, ik neem dezelfde stick mee. Nou, even kijken. Kijk, dat leggen ze dan er bovenop, op die touwtjes, ja, en dan halen ze eraf, zie je dat? Die staan de hele dag, nou, dat is slecht voor de rug, hoor. Ja. Er zijn toch mensen die moeten het doen. Oh kijk, daar komt Piet aan. Daar komt Pieter Ger aan. Zo, kijk dan, wat mooi. Zijn het allemaal echte? Ja, natuurlijk. Staat hier voor. Oh ja, vreesje. Je ruikt het al. Nou, loop even. Wat leuk. Zeg maar, deze zullen ze plukken. Ja. Deze mag nog niet. Nee. Denk ik. Kijk. Oké. Okay. Je kan hier altijd doorwerken. Ja. Oh, heerlijk. Hier, ruikt daar eens aan. Ik ruik het nog niet. Ruik je het niet goed? Mooi hoor. Prachtig. Oh kijk, zie je. Want hier... Er zitten helemaal nog niet zoveel knoppen aan. Hier staat ook een datum. Oh ja. Dat is 17 januari, daar gaat het even goed snel. Dit is dus als ze naar de veiling gaan. Ja. Ja, nou, dat zien we dus ook wel, hè. Oh, wat grappig. Oh kijk, dit zijn gele. Maar ja, ze zien er ook anders uit als die van vroeger. Dit zijn ook grote. Ja, deze ruik je wel. Zo, echt wel. Moet je hier ruiken. Ruik je? Hm. Dit is een uitgewerkt veldje. Daar zijn velden natuurlijk in aanbouw. Ja. Oh, dit is dus allemaal nieuw. En dit is wat het was. Ja. Kijk. En deze zijn van 14 februari. Ja, kijk, en daarom staan die ook natuurlijk zo laag. Ja. Zie je? Ja, die zijn net... Ja. Die zijn wel weer helemaal in te drogen. Ja, ja. Kijk, en daar zijn ze. Oh, heerlijk. Ja. Wat doet dat? Dat haalt het blok eraf. Ah. Dan moet het blok ook. Kan ik jullie wel zien met een brosje met filmpjes? Of met vrijwilligers? Dit haalt het blad eraf. Ja. Maar kijk, als het zak hoog genoeg is. Nou, het is een aardig. Kijk, aardig zakjes. Kijk, bij mij kwamen ze niet op, zegt die mevrouw. Nou, wat leuk. Hé? Hey? Ja. Daar zag je net die foto's van. Ja, dan wordt dan weer gedroogd. Ja. Jeetje, Mina. Hoeveel kokosnoten liggen er op dit bedje? Voor de speurtocht. Kijk dan, kom eens. Hoeveel kokosnoten liggen er op dit... Oh, kijk. Oh, hier. Ja, oh, kijk nou. Ah, ja. Ja,
kijk maar. Oh ja, die komt al op, ja. 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 Dat zal misschien van de week geweest zijn. Ja. Wat leuk. Ja, zeker. Geweldig, geweldig. Ja, dat is leuk. Ja. Alba River. En hoe komen ze dan aan nieuwe bollen? Nou, moet je vragen. Ja. Wat een gigantische hal, joh. Ja, hè? Dat wist ik allemaal niet, joh. Dus dan denk ik, nou ja, weet je, papa had het op de koude grond. Ja, ja, ja. Dus dit is, dat is al gecontroleerd. Ja. Dus dan is dat dus niet hoge temperaturen. Nee. Dus, laag. Kijk, wat is dat? Ook met kokos gebeuren, zie je dat? Oh, ja, ja. Oh, dat zijn die bakjes. Ja. Oh, wat grappig. Daar zijn zeker die eerste bolletjes in of zo om... Kijk. Oh, dat is die bollen, die gaan hier zeker doorheen. Kijk hier zo, hè? Ja. Koeling. Koel gehouden. Jeetje, kijk dan, wat een entiteit is, joh. Kijk, hier zit zo'n potten. Ja, ja, ja. Ik ben een beetje kijk dan. Te ver doorgesproken. Hebben ze denk ik expres gedaan voor hier. Nou, Magal, vertel eens even. Is in de pot. Ja, dat snap ik, ja. Die kan je thuis opkweken. En hoe vind je het? Ja, leuk. Leuk, hè? Nou, zeker. Mooi, hè, hier. Jij moet ook overal je neus in steken, hè? Steken. Ja, bedankt voor de uitnodiging, Marcel. Ja. Ja. Hij wil meteen al een ijsje. Oh ja, 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 dat zei hij al, ja. Ja. Zij hun hebben dat wel gelukt en zij die kunnen. Ja, ja, ja. Jezus, wat een klus. Wat een werk. Oké. Okay. Dit is K3. Wil je mooi? Zo, kijk, er staat fietsen zat. Ze hebben genoeg belangstelling. Kijk. Kijk dan, misschien.